Vrijdagavond speelde NEC de thuiswedstrijd tegen Jong AZ en het won met maar 2-0. En dat was te weinig. Als je kijkt naar het doelsaldo, vond ook Frank Sturing. Misschien hadden we wat moeite met het systeem. Ook al waren we voorbereid op hoe we speelden, maar toch... Het leek af en toe ook wat dood. Het spel was niet helemaal... We zaten niet echt lekker in inderdaad. Maar dan moet je gewoon knokken en veel beleving gooien. Dat miste ik een beetje in de eerste helft. Maar aan de andere kant, de tweede helft is ook een gevolg van de eerste helft. Je ziet de tweede helft dat we veel meer kansen creëren. Goed spelen, betere beleving. En dan moet je de wedstrijd eigenlijk met 3-4, 5-0 over streep trekken eigenlijk. Hoe vond je het om überhaupt weer mee te doen? Ja, leuk. Ja, geweldig om gewoon weer te spelen. Klopt, na Jong Ajax geslachtofferd. Het was even jammer en moeilijk, maar je moet je rug recht. En als je de kans weer krijgt, zoals het nu gebaseerd raakt, dan moet ik er staan. En dat heb ik gedaan. Ja, hoe is dan de sfeer na afloop? Bouw je dan dat je niet aan het doel zou hebben kunnen werken? Ja, het is toch wel een beetje gelaten. Want iedereen weet de situatie. Je hoopt natuurlijk dat Fortuna punten laat liggen. Maar het overheerst wel dat we moesten dan zelf kijken, we moesten winnen. Maar we hadden toch wel meer goals moeten en willen maken. Ja, het is in ieder geval knap van het team dat ze hun rug rechten na een matige eerste helft toch weer een goede tweede op de proppen komen. Ja, klopt, dat is wel positief. Wat ik al zei, we hebben vaak dat ze onze rug moeten rechten, dat doen we ook. Het is eigenlijk de bedoeling dat we dat niet hoeven te doen en dat we gewoon goed beginnen. Dat is het belangrijkste. En dan eventueel met een goed gevoel naar de eventuele play-offs toe. Ja, klopt. Ja, je hebt er niet in eigen hand, dus we moeten zelf gewoon best spelen met een goed gevoel daar naartoe gaan. En voetbal kan alles gebeuren, dat weet iedereen. Dus het zou mooi zijn als het uiteindelijk goed afloopt.